Goedemorgen allemaal. Ja. Ik ben nog niet wakker. Nee, ik slaap nog half. Ja, half. Ik ben nog niet wakker, nee. Nee, het is vandaag donderdag 5 april. Nu, ja, het waait nogal. Het is nu net 7:47. Joe. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst hier vandaag. Nou ja, alweer eventjes 8 minuten verder. Ja, het is koud. Het is heel raar weer, want 2 dagen terug was het lekker. Ik kon in mijn andere jas lopen, lekker open. En nu is het weer een winterjas en het is koud. Ja, het is gewoon koud. Maar dan mag de pret niet drukken. Vandaag heb ik een school. Ja, overblijfmedewerker. Maar Roderick komt daar ook weer aanlopen. Kijk. Zien jullie net niet? Nee, dat dacht ik al. Maar oké, geef niet. Maar ik heb dus ook nog cursus op school. Pedagogie. Ja, dat vind ik toch wel een beetje spannend, want ik weet niet wat het is. En ik heb wel gisteren even op YouTube gekeken, maar dat is allemaal Engels. Schiet niet echt op. Nee, schiet niet echt op. Dus ja, het is vanaf 2:30 tot 4:00, dus ja, dat is nog even, ik weet niet. Ik vind het spannend, zal ik het zo zeggen. Een workshop, cursus, workshop. Dus het is even wachten. Nee, kan ik ook niet zeggen. Maar ik kan daar dus niet filmen wat ik gisteren al zei. In verband met de privacy van de kinderen. Dus, maar dat maakt niet uit, geeft niet. Ja, jullie horen het wel hoe het is gegaan. Of ik ben te moe en ik ga het morgen even opnemen, kan ook. Maar jullie horen het sowieso van mij hoe het is geweest. Ja. Dus waarschijnlijk wordt het een heel kort vlogje, maar dat maakt niet uit. Als ik maar even aan het vloggen ben. Ja, toch? Zo, nou, daar zijn we weer. Het is alweer het einde van de middag. Het is nu 5:02. Ja. De cursus hebben we achter de rug, toch? Ja. Hoe vond jij het? Enerverend. Waar ben je? Ben je hier? Hallo. Ja, hoi. Hoi. Maar hoe vond jij het? Ja, ik vond het enerverend natuurlijk. Ja. En interessant. En leerzaam. Ja. En ja, er zijn een paar nieuwe dingetjes, zoals een nieuw spel voor kinderen. Bankroof. Erg leuk. Ja. Dat betekent niet dat ze de bank moeten gaan overvallen, maar dat je dus doet alsof er een bankrover geweest is. En die heeft zijn buit verloren. Ja. En die buit is dan ergens verstopt. En de kinderen delen dan in groepjes in. Ja. En het groepje dat het meeste waarde gevonden heeft, dat heeft biljetjes en muntjes, zeg maar, de waarde van de muntjes, briefjes. Ja. Die heeft gewonnen. Oké. Okay. En voor de rest ook nieuwe spelling, weet ik veel. Nou, en wij hebben ook wat nieuws geleerd, toch? Ja, de 5 W's. Weten jullie wat het is? Ja, geen flauw benul. Nee, ik ook niet. Scheelt. Ondanks de cursus gevolgd hebben, weet ik het nog steeds niet. Niet? Jammer. Oh, wat erg. Misschien wel hoe laat en hoeveel. En nou. Met wie? Niet bovenop, lady. Dame, nee. Dame en heer, kom even wachten. Zo. En we willen verder gaan. Ja. Dus, ja, wie het weet mag het zeggen. Jij moet... Nee, dame. Oh. Jij, ja, je lokt het... Nou, even klaar nou. We zijn even wat aan het doen. Nee, klaar. Vliegstel jullie. Nee, jullie zijn een vliegstelletje. Max. Zo. Goed. Lekker zonnetje. Ja. Joehoe. Precies. En hij gaat zo meteen lekker voor me koken. Dan kan ik even lekker op de bank hangen. Koken en verwoeden, dat is mooi. Dat is top. Dat is mooi. Verwoed koken heet dat. Mooi zo. Nou, ik dacht even slim te zijn. Ik denk, nou, ik ga even lekker op een bed liggen. Een beetje warm. Was toch al moe. Ja hoor, wie flikkert er even in slaap op bed? Terwijl ze aan in gesprek is met de telefoon en met Roderick. Ik zei de gek. Dus ja.
Dus toen werd ik een beetje wakker en van een deur en van de dames die helemaal hotel en de botel worden. Ik denk, nou, zal wel. Ik hoorde volgens mij wat. Ik denk, oké, ik ga even wachten. Gewoon eventjes nog een beetje wakker worden, snel, makkelijk. En ik denk, nou, ik hoorde toch nog wat. Ik ga toch even kijken. Ja hoor, wie is er? Thuis, Roderick! Hi! Hi. Beetje moe zeker? Beetje wel, ja. Vertel. Wat wil je vertellen? Nou, ja? Vanochtend voor Rob natuurlijk. Ja, hoe laat ging jouw en persoonlijke wekker? 7 uur 's ochtends. Ja. Dus toen even met de hondjes gewandeld. Eerst samen, ja. Ja. En toen even naar huis, even nog wat eten. Toen even een groot blok met de hondjes gelopen, ook jouw hondjes. En toen was er nog wat gebeurd onderweg. Er was een klein ongevalletje gebeurd met een partij fietsers. Kindertjes die in de stoet reden, die weer een beetje met de stuur in elkaar gekomen zijn. En dat was niet heel goed afgelopen. Dus heb ik eventjes mijn route moeten verleggen om daar eventjes assistentie te kunnen verlenen. Maar gelukkig bleek alles mee te vallen. En ik kon dan niet al snel daarna weer doorrijden allemaal. Toen is de honden bij jou gebracht, Max naar huis gebracht. Toen naar school om op de kinderen te passen. Ik dus ook. Jij ook. Wij samen. Oh, jij ging mee, ja, dat is waar. Was het even vergeten. Oh, nou, dat is weer Roderick, hè? Ja, kijk. Dus ja. En toen was er cursus op school. Ook leuk. Wat voor cursus? Pedagogische cursus, hoe omgaan met teleurstellingen. Nee, dat is een cursus voor hoe je kinderactiviteiten kan creëren. En waar moet je aan voldoen en wat kun je dan nog doen. Waaronder ook het spelletje bankroof. Maar dat ging voornamelijk om de 5 W's. En ik weet nog steeds niet wat het is. Nee, en toen daarmee klaar. Klaar, dan heeft een spelletje gedaan inderdaad, met de collega's. Met collega's. Die mochten dan een aantal mochten kinderen zijn. Ik was de spelleider. En dat vond je ook helemaal niet erg. Dat vond ik juist, nee, ik vond prima. We hadden 3 groepjes gemaakt. Met per groepje 1 groepsleider. Ik had deze spel uitgelegd hoe het werkte. Dat er een bankovervaller was geweest. Die had zijn buit verloren en overal lagen briefjes geld. En dus mijn collega's die in mijn groepje zaten, van nou gaan jullie eventjes helpen met een gebied afzetten en briefjes verstoppen. En degene die mocht gaan zoeken, die mocht natuurlijk niet kijken. Dus die werden in de hoek gestuurd. En degene die het meeste geld bij elkaar raapte, die had gewonnen. Dus het was... Even kijken hoe het precies allemaal ging. Eén iemand die wilde niet meedoen. Goed, dat was natuurlijk geanceneerd, maar goed. Die wilde gewoon niet meedoen. Anderen moesten proberen van nou, ga toch meedoen, kijk even wat het is. En als je echt niet mee wilt doen, dan doe je niet mee. Prima. Gewoon even erover legd. En er was een ruzietje. Iemand had een briefje gevonden en iemand anders had het afgepakt. Maar gelukkig was het binnen het eigen team. En hoe ga je daarmee om? En dan komt iedereen met briefjes aanzetten en geeft dat aan mij. Zeg van, ja, welke groep ben je? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Maar goed, één iemand bleek dus van groep 1 te zijn. En die had een briefje van 1000 en een briefje van 500 bij elkaar. Ik denk van, nou, dan heb je 1500. En dan wat klein geld, dat is dus 1741 euro, als ik het even zo goed uit mijn hoofd herinner. En die was dus de winnaar. Nou, joepie! Heel goed gedaan. En toen kwam er achteraf nog een evaluatie van wat zijn de punten en wie wil niet meedoen en waarom niet. En wat doe je eraan om het te motiveren dat ze wel mee wil doen. Nou, allemaal dingen om over na te denken wat je niet zo even 1, 2, 3 weet. Maar het blijkt dus uit het rollenspel. Maar het was een erg leuke middag verder. En toen gingen we weer naar huis op de fiets. Precies. Met windtuigen. Ja, ook nog.
En het was erg koud. Dat ook nog. Dat ook nog, ja, ja. Precies. Wat hebben we toen nog gedaan? Nou, toen thuis, toen heb ik nog even snel even een broodje. Nee, toen ben ik even heel snel en naar de toilet geweest. Want ik moest naar nodig. Ja, moet gebeuren, hè. Ja, nou, vanuit Daro heb ik even snel een broodje gemaakt. En ik had ook al gelijk de post gedaan. Ja, even uit mijn brievenbus. En toen heb ik gelijk de hondjes gedaan. Eventjes samen met Ro. Met Max. Nou, dat en dat hebben jullie hiervoor nog kunnen zien. Dat we dus buiten liepen. Nou ja, en toen heb ik mijn post geopend. Weliswaar. Dat doe ik ook nooit. Nee, tuurlijk. Maar. Heb dus. Ik ga niet alles laten zien. Ik heb dus. Deze binnen! En ik ben goedgekeurd! Ik mag werken op school. Ja! Ben ik onwijs blij mee. Ik zal nog even een keer laten zien. Verklaring om. Trend het gedrag, dus dat is VOG. Met een afkorting voor de mensen die het niet begrepen. Dus ja, dat is onze middag eigenlijk geweest. Nou ja, toen kwam ik dus weer thuis. Heb ik heel even snel mijn mama gebeld. En die vroeg even hoe het ging. Die mag ik zo meteen weer bellen, want die wou het ook een beetje van Roderick horen. Ja, en van de schone zoon. Ja, schone zoon. Hij is heel schoon. En geen zoon. Nee, van der. Nee, precies. Nee, en toen denk ik, nou, ik ben gewoon even moe. Ik wil eventjes bijtanken. Dus ik denk, nou, ik ga op bed. Ja, ik flikker dus ook op slapen, ja. En nou is Roderick hier gezellig. En ik heb dus net lekker een mosterdsoepje gehad. En nou is hij kippetjes aan het bakken, toch, schat? Ja. Kippetjes aan het bakken. Dus dat wat weer smellen. Ja, joe. Laat ik zo meteen zien. Nou, bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken en onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. En zoals oud en vertrouwd ben ik daar heel blij mee, de dieren ook, Roderick ook. En dan zou ik zeggen, kijk morgen weer, want dan is weer een gloednieuwe vlog, precies om 4 uur. Deel, like en laat een reactie achter. Dus overal gewoon lekker doen. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot mijn volgende vlog maar weer.